Hey, hallo en welkom jongens. En dames natuurlijk. Welkom bij weer een nieuwe Skyblock aflevering op Content Veen. Robin is er ook weer bij. Ik ben erbij, hallo. Jij, hoe is het op je eilandje, Robin? Wat zeg jij? Hoe is het op jouw eilandje? Ja, groen moet ik zeggen. De boompjes zijn lekker gegroeid. Ik denk dat mijn eiland groener is, eerlijk halve gezegd. Halve bos is afgefikt. ja, er staan nog meer samplings. En het gras, ja, is groen. Ja, ik heb ook wat grasproblemen dat niet normaal gras wil worden. Oh, dat is course dirt. Ah, hey, ik heb een planning voor vandaag gemaakt. Ik weet niet hoe het met jou zit. Nee, ja, ik niet. Jij niet. Nou, ik zie wel in ieder geval dat er 209 mensen online zitten. Dat is enorm druk. Maar ik dacht, ik ga heel even beginnen met wat cobblestone hakken. En dan ga ik daarna mijn boomhutje bouwen. Hey, ik ben hardloper level omhoog. Ik ben level 5 geworden. Vind ik stoer. Ja, dank je. Maar ik heb wel een probleem, want ik heb geen eten. Dus ik heb vandaag ook een missie om mezelf zelfvoorzienend te maken. Ja, ik ga gewoon wel lekker de kit claimen zo meteen. Dat was ik alweer vergeten. / kit. Hey, mijn werker level omhoog. Lekker. Goed zo. Doe goed. / kit. Trots op mezelf. Even kijken. Beginner kits. Ja, ja. Kit eten. Kijk. Hoppa. En kit gereedschap. Zo. Goeie tip van jou, Max. Ja, ja, dat kost dan wel 5 euro, gewoon van je balans. 5 euro, ja, dat snap ik. Dat is dan... ga ik even overmaken, moment. Oké, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om cobblestone te gaan hakken van mijn generator. Dat kan niet, want mijn bank staat niet toe dat er minder dan 100 wordt gedaan. Echt? Oh, je moet het dan doen, maar 100 is ook goed, joh. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga niet klagen. Nee. Oké, ik ben in mijn boompie ben een keer beland. En ik heb zo'n leuk idee, jongens. Mijn eiland gaat helemaal niet heel groot worden. Ga gewoon allemaal kleine verschillende eilandjes met daarop allemaal boomhutjes. En die zijn ja, dat gaat cool worden. Oh, ik zie het al helemaal voor me. Maar daarvoor moeten we eerst de boomhut bouwen. Jij met je boomhut? Wat nou met mijn boomhut? Laat mij eens met rust met mijn boomhut. Nee, wie maakt er nou weer een boomhut op een Skyblock-eiland? Dat doe je niet? Ja, ik. Je moet straks eens weten wat ik hier ga bouwen. Dat wil je niet weten. Ik wil het inderdaad niet weten, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, dan krijg je het ook niet te weten. Oké, wacht. Ik ga mijn tweede boom hier bouwen. Zo. Kijk, jongens, dan doen we zo al deze dingetjes hier. Oh, dan moet ik weer omhoog klimmen. Ik moet er echt een leuker en beter systeem voor bedenken. Ik heb niet zin om de hele tijd weer die fights omhoog te gaan. Dat duurt zo lang. Ik moet een beter systeem bedenken, Robin. Ja, dan heb je pech. Ik heb alle boompjes weer omgehakt. Zal ik het ook even bij jou komen doen anders? Nee. Hallo, rustig aan. Dit zijn mijn boompjes. Ik wil het best komen hakken. Nee, niet aan mijn boompjes komen. Waarom niet? Het zijn mijn boompjes. Ik heb waarde aan mijn boompjes. Oké. Okay. Ja, dan moeten we in het water zien te springen. Als ik niet dood ga. Ja, dat gaat goed. Oké, boompje groei. 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Oh, dit is goed, denk ik. Ik hoop het. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik ben heel enthousiast, maar ik weet niet of ik enthousiast moet zijn. Ja, dan moet je dat niet doen. Ik ga eens heel even kijken in de shop, want ik ga een plan maken vandaag ook. Om een keer echt te gaan beginnen met mijn, hoe ik het ga doen. Weet jij al helemaal hoe je het eruit wil laten zien? Ja, dat heb ik al 100 keer uitgelegd. Allemaal boompjes en zo. Wat voor boompjes? De bomen, gewoon junglebomen ga ik inwonen. Ik heb het al 100 keer uitgelegd, mijn plan. Ik ga een keer voor out of my comfort zone ga ik, denk ik, bouwen. En dat houdt in? Iets bouwen wat ik nog nooit heb gedaan. Oké, klinkt soort van interessant. Ja, zal ik jou de stijl vertellen? Ja. Ik wil gaan proberen, met name de nadruk op proberen, om een soort van Aziatische stijl te gaan doen. Aziatische stijl? Ja. Oh, interessant. Oké. Ja. Doe maar weer tof hoor, leuk. Ja, leuke vent ben ik, hè? Cool, erg cool. Ja. Oké, ik ga mijn cobblestone generator ga ik naar boven plaatsen, want dan heb ik beneden in principe niks meer te zoeken. Dus dan heb ik alle spulletjes daarvoor nodig. Heb ik een nieuwe bucket nodig, want dan ga ik even met meerdere buckets werken. Zo. Snapt hij die zin? Ik ga met buckets werken. Nee, dan eigenlijk ga ik met meerdere buckets werken. Want ik wil beneden niks meer te zoeken hebben, jongens. Ik wil ook dan het gras weghalen en zo. En dat mijn eiland zijn gewoon bomen. Hoe cool is dat? Ik heb een slim idee. Nee, helemaal niet. Jawel, ik ben eerst. Ik ga even naar Spam. Nou kijken mensen maar even naar mij in plaats van jou. Oké. Namelijk. Ik ga hier naar de dagelijkse postbode, man. Dan koop ik even een sleuteltje. Oh, de dagelijkse sleutel, die kan je natuurlijk claimen. En het item van de dag ga ik even bekijken. Oké. Even kijken. Verzamel 10 poppies. Oh, zijn dat gewoon rode rozen? Ja, volgens mij wel. Oh, maar dan heb ik dat wel snel gedaan, denk ik. Dagelijkse sleutel, even openen. Heb jij een eiland waar je dat snel kan doen? Nou, met boomiel. Oh, ja, nee, dat doe je slim. Ik heb 25 tokens gekregen. Echt? Hoezo? Ja. Ja, vanuit de dagelijkse kreet. Maar dat vind ik niet eerlijk. Ja, hoezo nou niet? Ja, gewoon. Ja, maar soms moet je mij ook even wat gunnen, Max. Ja, oké. Okay, ik heb geld nodig. Zou ik mensen vragen voor wat geld als ze wat willen doneren? Nee, ik denk dat ik het dan zo met elkaar heb, namelijk. Niet doen. Ja, maar hoezo nou? Dat is niet eerlijk. Ik ga een klein vliegend bruggetje maken, die dan naar een vliegend eiland gaat. Want het is Skyblock, alles vliegt hier natuurlijk. En daar is mijn cobblestone generator. Hoe
cool is dat idee? Ja, heel cool. Ik ben de system aan het beaten hier. Wat dan? Ik heb één poppy en die heb ik nou 10 keer neergezet en ik heb hem. Nee, 10 keer gesloopt weer. Ja. Vals spelen. Oh shit, maar je hebt nog een missie. Shit. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nog lang niet klaar, joh. Hij is veranderd naar vermoord 7 skeletten. Waarom? Ja, dat heb ik natuurlijk. Ja, wat nou? Weet dat je waarom? Dat vind ik gemeen. Nee, er zijn nu 2 nieuwe mensen gejoind. Ik ga even welkom zeggen. Ja, oh ja, ik heb gewoon het master idee. Ja, jij bent alleen maar met dat soort domme dingen bezig. Ik ben gewoon bezig met een prachtig eiland voor mezelf creëren. Ja, ik ben nee. Een mooie brug aan het maken naar Cobblestone. Gast, als jij op mijn eiland komt, ga je echt primitief voelen. Met je eigen eiland. Jouw eiland had niks meer betekenen. Ja, maar nou, doe eens even niet zo. Nou, het is gewoon zo. Ik kan er ook niet zoveel aan doen. Jawel. Maar jouw eiland betekent gewoon niet meer zoveel dan, na een tijdje. Dat is wel waar. Ik heb een hartstikke belangrijk eiland. Ja? En wat kan je er doen? Je kan daar... Niks interessants? Nee, dat klopt. Je kan daar genieten van de natuur. Ja, en bij mij ook, maar dan mooier. Maar ik heb geld nodig. Ah. En cobblestone. Maar hoe kun jij al zo ver zijn dan? Want, hoe bedoel je zo ver? Nou, gewoon precies hoe ik het zeg. Nou, voor zover ben ik nog niet hoor. Ik ben gewoon rustig mijn dingetje aan het doen. Ja, maar kijk, ik ben nu materiaal aan het verzamelen voor mijn huis. Hoe kom jij dan aan al die materialen? Ja, gewoon, ik heb junglebomen, weet je hoeveel hout ik al had? Oh ja, maar je hebt dat lelijke hout natuurlijk. Ja, dat klopt. Het is niet echt het mooiste hout. Even laten we even toortjes plaatsen, zo, Tonk. Hier ook een toortje, hoppakee. Het begint er al enigszins goed uit te zien. Zometeen ga ik het grasje er allemaal beneden weghalen, jongens. Waardoor ik alleen nog maar 2 bomen heb en hierboven dan mijn cobblestone generator, weet je. Dat ziet er dan even een stukje leuker uit. Nou, dat zullen de mensen wel bepalen of ze dat leuk vinden. Ja, want jongens, jullie thuis kunnen kiezen voor welk team jullie zijn. En net zoals vorige aflevering, je kan kiezen. Ben jij voor team Robin of ben jij voor team Walnoot? En merendeels is natuurlijk voor team Robin, dat zijn we allemaal wel achtergekomen, maar hè? Ja. Ook zeg team Robin. Oh nee, ik heb verpest. Ik bedoel team Walnoot. Ja. Heel zielig. Hoezo heel zielig? Gewoon. Oh, en mijn geld is op. Lekker voor je. Ik heb een laatste beetje geld uitgegeven aan 16 glasblokken. Ik kan wel lachen. Ja, ik lach zeker, ja. Grappig is het niet hoor. Ik ben gewoon €75 over. Maar ik heb 2000 op mijn bank staan van mijn dingetje. Shop. Ik ga even kijken inderdaad of ik ook wat dingen kan gaan kopen. Farms en eten. Oh, daar kan ik. Oh, natuurlijk kan ik dat. Het is allemaal een beetje schaars, het leven hier. Hoeveel kost een spruce sampling? €10. 10 maar? Eentje. Is het zo goedkoop? Kost €10, ja. Oh mijn god, oké. Okay. Ja. Okay, jongens, ik ga nu het riskante poelen. Wat gaan we doen? We gaan eventjes dit water hier ook weghalen. Wat moet even anders dit? Max, hoe kom ik aan geld? Dingen verkopen of dingen... winkels, hoe noem je dat? Dingen verkopen. Ik heb geen idee hoe kom je aan geld. Ik heb nog maar €5 namelijk. Dan ben je nog armer dan ik. Oh yes! Ik had maar 2 boommeel nodig voor deze boom. Je had maar 2 bomen nodig voor deze boom. Wat zeg je nou weer? Boommeel nodig voor deze boom. Boommeel. Ja, dat zeg ik. Oh, ik ging bijna dood te vallen, damage. Oké, dirt is weg hier. Dan gaan we eventjes ook al het gras weghalen. Dat is wel heel zonde. Dat gaat allemaal waarschijnlijk in de void vallen. Ben je daar nu pas mee bezig? Wat? Gras weghalen. Zie je? Dat zeg ik. We lopen best wel gelijk, maar toch ook weer niet. Hoezo? Waar heb je het over? Gras weghalen. Ja. Ja? Ja, om het naar boven te verplaatsen. Omdat ik zeg maar, mijn eiland gaat echt iets van 10, wordt 15 blokken omhoog verhuisd. Aha. Ja. Zeg dat dan, joh. Daar had je nog niet over nagedacht. Zo, ondertussen ben ik even wat andere soorten hout aan het hakken. Om zometeen mijn, bult mooi te maken. Stoer, en ik verzamel hoor. Tenminste alles eerst. Voordat ik alles ga bouwen en geld uit ga geven. Ja, en maar... dan eigenlijk maar hopeloos gewoon een plan start. Maak ik gewoon eerst een plannetje in mijn hoofd. Hoezo hopeloos? Kijk, ik heb gewoon echt een cool plan. Kijk, verzamelaar level omhoog. Ook helemaal top. En wat kan ik daarmee eigenlijk? Skills. Verzamelaar. Wat is dat? Weet ik niet. Dat is een skill. Goeie. Niet aan gedacht. Even kijken, /skills, want hij is omhoog gegaan. En dan staat er hier, moet ik even zoeken. Hier, verzamelaar. Wat heb ik dan nu? Mijn uitgraving is omhoog. Ja, dat... Max, laat mij nou een keer uitpraten. Ja, ik ben gewoon enthousiast. Nee, verhoog de damage die je doet met een X met 4%. Ja, daar heb ik eigenlijk weinig aan. Oh, 10% kans om dubbele items te krijgen van logs. Dat is ook mooi. Oké, gaan we doen. Mag ik jou om een bouwtip vragen, Max? Nee, je bent nog helemaal aan het afkraken over dat ik met bouwen bezig ben. En dan wil je nu een bouwtip. Welk gestreepte hout is mooier? Dark oak of spruce? Dark oak. Oké, dankjewel. Spruce is meer oranje-rood, dus dan is dark oak gewoon mooier. Toch bedankt voor deze tip, ondanks dat je die niet wilde geven. Ja. Geen probleem. Oké, mijn basiseiland is bijna gewoon helemaal verdwenen. En dan heb ik alleen nog letterlijk 2 vliegende bomen. Wat ik dan wel nog een keer wil doen, jongens, is de bomen ook een mooi stenen onderkantje geven. Weet je, alsof het echt gewoon nog inie-mini skyblokjes zijn. Waar de bomen dan op staan. En dan woon ik in de bomen. Primitief.
Ja, jij bent alleen maar bezig met je verzamelitems en je skills en zo. En ik ben gewoon lekker aan het bouwen. Ja, kijk, ik snap dat het misschien niet het leukste is om naar te kijken. Maar het is wel het meest belangrijke. Ja, dat klopt. Het is wel heel belangrijk om je skills goed te hebben. Oh, ik heb niet over iets nagedacht. Ik ben het hele eiland aan het weghakken. En nu sta ik hier. En dat niet echt een route terug. Koorstuur, nou, ik ga het liefst met cobblestone ga ik het slopen. Oh, dan moet ik echt heel vervelend moet ik dit doen. Maar komt goed. Ik ben er al bijna. Ik snap niet hoe ik aan zo weinig geld kom. Ja, je bent gewoon arm. Hoeveel heb jij op je eilandbank staan? 1000. 1000. Ik viel bijna in de void. Oh, ik schrok me helemaal kapot. Oké, jongens, ik heb hier beneden nu niks meer te zoeken. Mijn eiland is weg. Ik heb gewoon 2 vliegende boompjes. En dat is nu wat ik heb. Ik heb mijn cobblestone generator opnieuw bouwen. Oh, gelukkig. Ja, wat ik al zei. Dit kleine cobblestone generator, dat wordt eigenlijk dus gewoon de... Ja, hoe moet ik het noemen? Het middelpunt van mijn eiland. Ah, een beetje basic dus. Een beetje basic, ja. Ja, noem het maar weer zo. Niet zo'n leuk idee om eerlijk te zijn. Nee, noem het maar weer zo. Hè? Nee, leuk. Leuke kijk, hier heb je mijn eilandje zo. En dan doen we hier, jongens, doen we de cobblestone generator. Kijk, dan gooien we... Dat gaan we met mooie blokken gaan we dat doen. Zo, dan hebben we stone bricks. Dan ga ik ook nog een... Even kijken, stone cutter maken. Hoe doe dat ook weer? Ja, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Oh, daar heb ik normaal steen voor nodig. Maken. Oh, dat... Ja? En dan ga ik wat bladen raken. Want dat is natuurlijk ook gewoon mooi voor mijn... Ja. Ja. Hoef ik het niet te kopen? Dat klopt. Dat moet ik eigenlijk ook nog doen. Blaadjes vind ik altijd mooi. Oké, dan gaan we hier namelijk wat sterser maken. Vensters hebben we? Niet echt. Oké, dan ga ik nu even cobblestone generator maken. Nee, nu echt. Dit wordt mijn cobblestone generator. Het is niet heel mooi als ik het zo zie. Eigenlijk moet hij ook in de grond zitten, maar we gaan hem even iets mooier maken, jongens. Ik bedoel, als we het gelijk doen, is het maar beter gedaan. Wat vind je van die quote? Als je het gelijk doet, is het maar beter gedaan. Ja, maar daar ben ik het wel mee eens, want ik heb hem hier nu wel staan. Alleen ik denk dat ik hem ook ga verplaatsen en dat ik hem anders ga maken, want anders... Ja, ik breng je weer op ideeën, hè? Ja, klopt. Steenhouwermissie voltooid. 1000 euro echt? Erbij. Wat? Hoe dan? Heerlijk. Wat is steenhouwer? Wat is dat in dit geval? Steenhakker. Ja, maar dat doe ik ook de hele tijd. Hoppa, 1000 euro erbij. Lekker. Voor jullie. Voor mij. Oké, ik ga heel riskant. Ga ik met water. Ga ik zo. Dan kan ik eigenlijk onder mijn eiland bouwen. Bonk, 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 bonk. Oeh, kijk jongens. Dit is maar... Zo'n risico durft Robin niet te nemen in zijn survival. In zijn eiland. Wat voor risico? Nee, dat ga ik niet eens zeggen. Want je durft het toch niet te nemen. Nee, dat klopt. Ik ben niet van de risico's. Weet je? Nee, een beetje saai. Daarom is zeg maar iedereen altijd voor team man. Zo, jij durft die risico's niet te nemen. Ja, ik ben saai. Leuk, heel leuk. Kijk, het ziet er nu al wat beter uit, jongens. Nu heb je dat steen aan de onderkant al. Het moet niet overal zijn, natuurlijk. Kijk, hier moet bijvoorbeeld zo. Dan hier moet ook steen, water en dan eentje naar beneden. Al mijn blokken zijn erop. Poepzooi. Ja, hè? Eindelijk een iron die ik wilde vinden. Deze hieronder. Deze. En dan doen we hier dicht. Hoppakee. Halen het water weg. Want het water moet er namelijk ook even een plekje hebben voor oneindig water, jongens. Dat hebben we namelijk nog niet. Laten we dat heel even in deze... Oh mijn god, wacht. Volgens mij heb ik dat verpest. Volgens mij heb ik door dat water naar beneden weg te halen mijn infinite water. Oh nee. Hè? Ik kan niet plaatsen. Zo. Ik denk dat ik mijn oneindig water heb verpest, jongens. Maar ik heb ijs. Dat kan ik natuurlijk gebruiken. Slopen. Tonk. Hoppakee. Oké, nu heb ik oneindig water. Dan kan ik dat gebruiken voor mijn prachtige nieuwe cobblestone generator. Hier doen we het water. Hier doen we de lava. Als het goed is. Tonk. Juist. Oh, dit ziet er al goed uit. Maar nu nog even met details werken. Want het ziet er natuurlijk nog niet ideaal uit, jongens. Zo, en ik ga het toch doen. Ik heb inderdaad mijn cobblestone generator ook even weggehaald nu. Nee, je naap. Ik merk het al. Ik ga vanaf scratch beginnen. Ik ga niet praten over wat jij denkt over mij. Of wat jij denkt, doet over mij. Of tegen mij. Daar denk ik allemaal niet over na. We zijn concurrenten van elkaar. Ik heb een veel mooier eiland. Shit, mijn kist valt in de lucht. Doei, kist. Wat zeg je nou? Je kist valt in de lucht? Ja. Oh, in de void. Ja, daar staat de lucht. Ja, maar het klinkt zo stom als je zegt in de lucht. Jeetje zeg, maar ik kan ook niks meer zeggen tegenwoordig. Nou op! Ik vond het alleen grappig. Je hebt me alleen maar aan het pesten. Zal je wel verdiend hebben? Hoezo? Waarom nou weer? Ja, gewoon. Heb jij 5 dirt voor mij? Dat ga ik niet zeggen. Niet als je zo dat tegen me doet. Ik doe niks. Heb je 1 dirt voor mij? Ja, tuurlijk. Ja, dankjewel. Maar ja, kom maar. Ik zet nog een marktplaats. Oh, er staat nog meer op marktplaats. Jawel, ik ga mijn marktplaats zetten. Nee. Hoezo niet? / MP cell 1. Oh, nee, voor 1 euro heb ik 45 erop gezet. Niet. Snel dirt kopen. Ik heb gekocht. Nee, dat is niet voor mij. Oh, nee, dat is 200 miljard. Heeft iemand het voor 200 miljard erop gezet? Ik heb hem voor 10 euro erop gezet. Ik zie het niet. Ja, hij staat helemaal vooraan. Ga hoort iets staan. Als allereerst. Maar hij staat er gewoon. Dirt. Verkopen lijken wel de 10 euro. En dollar. 10 euro dollar. Ik zie het niet staan. Oh, nu wel. Ik heb niet genoeg, want ik heb maar 5.
heb je niet genoeg. Ja, ik kan hem maar voor, hij moet voor minimaal 10 erop staan. Maar wacht. Ik heb wel. Heb jij ook iets wat jij misschien zou willen? Gras. Dat heb ik niet. Ja, dan weet ik niet of onze deal door kan gaan. Even kijken. Een dirt. Hoeveel kost één dirt? 10 euro! Shit. Ja, dat kan je beter bij mij halen. Jij wil wel een spruce sapling, toch? Nee, ik... Ja, dat trouwens. Doe maar. Voor 5. Nee, voor 10. Nee, voor één dirt? Ja, maar wacht. Ik wil... Wat? Dan snap ik het niet meer. Ja, dan moet je mijn accepteerverzoek naar jou sturen. Nee, andersom. Accepteren. Je moet mijn verzoek naar jou accepteren. Kijk, ik heb eerst... Zo, ik heb gewoon een prachtig eiland gebouwd hier. Helemaal custom. Met onderkant en ook. Kijk, dat gaat... Ja, dit ziet er goed uit! Oh, wat ben ik trots op mezelf. Cobblestone generator is wel lelijk. Max, wil je nou even TP accept doen? Oké. Dankjewel. Oh, nee. Oh, mijn god. Ik dacht dat ik heel veel anderen had geaccepteerd. Hallo. Welkom in de boom. Zo heet mijn eiland. De boom. Gaan we ruilen? Oh, oké. Okay. Kijk eens, deze krijg je van mij. En dan wil ik dirt. Eentje. Oké. Okay. Klaar voor de deal? Dit klaar is een, voor de deal. Eén sprue sapling voor één dirt. Oké. Okay. 3. 2. Een hele lange secondes. Dat, 1. Hoppa, dankjewel. Ik ga weer terug naar mijn eiland. Doei. Kijk, nou heb ik hier mooi 1 deurt. Hoppa. Nou ben ik ben klaar. Mijn hele eiland is klaar. Echt? Afgelopen? Nee, niet afgelopen. Gewoon klaar. Ik ben in de span, jongens. Want ik ga ook even mijn dagelijkse beloning claimen. Dagelijkse sleutel en item van de dag. Dan gaan we even kijken wat wij uit de dagelijkse kreet krijgen. Ik ben benieuwd wat ik krijg. 34, oh ja, daar ben ik heel blij mee. 48 lanterns, die kan ik echt voor mooie decoratie gebruiken. Natuurlijk heb jij dat weer. En ik moet 5 gele bedden maken. Jemig, moet ik dat echt doen? Ja. 5 gele bedden. Ik ben hier in de tussentijd in de mine met heel veel andere mensen. Dus ik denk niet dat er mogelijkheid... Ja, maar die mensen hebben alles weer gemined, net zoals vorige aflevering. Ik kan gewoon weer niet minen. Ja, maar dat gunnen ze jou ook gewoon niet. Maar als ik dit doe... Dan krijg ik 50 tokens. Als ik 100 mineblokken in de mine heb gehakt, jongens... Dan krijg ik beloning, 1 dagelijkse sleutel en 50 tokens. Dus oftewel, je moet eigenlijk nog een beetje geluk hebben met andere dingen die je kan minen. En mensen weten niet dat je hier buiten ook kan minen. Hier is kool, kool, kool. Yes! Dat is weer eentje erbij. Okay, dan moet ik even geluk hebben, jongens. Dan krijg ik gewoon een nieuwe dagelijkse sleutel... plus nog 50 extra tokens. Zit je nou weer te cheaten? Nee. Volgens mij wel. Ik heb een ander idee. Jongens, ik ga heel slim zijn. Want ik wil deze aflevering natuurlijk wel weer ver boven Robin eindigen... met mijn eilandlevel en geld natuurlijk. Dus laten we een gratis vishengel krijgen. Want volgens mij als ik 10 vissen vang... krijg ik 1000 euro vanwege mijn dagelijkse eilandmissies. Daar zit te cheaten. Hé! Hey! Iemand heeft nog een keer mijn dirt gekocht voor... Iemand heeft mijn dirt gekocht voor 10 euro! Ja, natuurlijk. Yes. Koop. Ja, nou, dan even kijken. Zet ik er... Nee. Ik ga ook iets... Nee, helemaal niet. Ik ga 6 saplings namelijk verkopen. Voor wat? Voor hoeveel? Normaal kosten ze 10 euro per stuk om te verkopen. Maar ik ga mijn status misbruiken. Sell. Okay. Au. Oh, ik ga mijn level omhoog. Wow. Wow, omdat ik 3 slijmballs kreeg. Dat waren heel veel levels blijkbaar. Ik heb 5 levels met mijn skill met vis in één keer omhoog gegaan. Ja, natuurlijk. Wow. Jongens, ik kreeg in één keer 5 vislevels erbij. Ik had gewoon gelijk goed geluk. Hé, hey, ik krijg niet iets van iemand in de lobby. Ja, dat haal je maar weer weg dan. Wat krijg je nou weer? Ik kreeg een goede ex. Ik heb 6 saplings in de verkoop gezet. Ja, doe je goed. Ik ga 3 slijmballs erop zetten. Hoe kom je aan slijmballs? Ja, dat zeg ik. Die heb ik opgevist. Ik kreeg 3 slijmballs en daar kreeg ik vet van levels voor. Er weer slijm achter in de rivier. Ja, dat is klimaat. Ja, klimaat inderdaad. Oh, ik kreeg een kool en een enchanted boek. Ik heb weer geluk. Ik heb een schat gevonden. Oh, een Unbreaking 3 boekje. Hoe jongens, kan we gaan, nou het gaan echt belachelijk snel. Dat vissen, we zijn echt... Vis is the way. Ik heb nog geen 1 vis gevangen. Ik heb al 6 vissen gevangen. Ik heb bijna mijn 10 en dan krijg ik heb ik mijn mijlpaal behaald. Mijlpaal behaald, wow. Dan krijg ik gewoon gratis geld van 1000 euro. Hoe leuk is dat? Ik zit hier gezellig met 3 anderen te vissen. Met Harmpy, met Sneaky Brother en met... Wie is dat daar in de verte? Wacht even. Donnie. En Donnie, oh, ik krijg een vis gevangen. Ik hoef er nog maar 2 te vangen. Wat ben jij aan het doen? Ik ben ondertussen... even kijken, ik ga even een mooi plekje opzoeken hoe ik dat mooi kan zien. Maar ik ben een beetje de fundering aan het neerzetten van mijn gebouwtje. Oh, leuk. Ja. Oh, ik heb een schat gevonden. Ik ga hij is ook echt vissen. Goed. Nee, dit is mijn bezigheid van deze aflevering. Oh, ja, nee, klopt inderdaad. Nee, dat betekent inderdaad dat ik dat dan niet mag doen. Dat klopt. Dus dan mag jij nu niet gaan bouwen op je eiland. Oh, ja. Dan mag jij nu ook niet gaan hakken op je eiland, niks verkopen op je eiland. Nee, ik heb 10 vissen gehad. Nee, ook niet ja, meer gaan vissen. Ik ga mijn beloning wel. Daar ben je ook maar klaar mee. Hier, 10 van de 10 vissen. Vang ik, nou, dan ga ik hem ophalen. Oh, mijn god. Ik ben echt een... Mag ik iets opbiechten? Nou? Het staat 100, niet 10. Ik moet 100 vissen vangen. Dus je bent veel te voorbarig geweest. Huh?
Nee, ik dacht dat ik hem wel had gehaald. Niet. Hè? Hoe heb ik dat ooit verkeerd? Waar heb ik 1000 euro dan vandaan gehaald? Hè? Ik heb het helemaal verkeerd gelezen. Dus je bent gewoon echt heel slecht. Ja, maar ik heb wel leuk. Ik heb gewoon een Diamond Sword met Sharpness 3 en Unbreaking die eruit gehaald. Ja, maar goed, gelukkig heb jij daar niks aan. Omdat je gewoon heel slecht met de PvP. Ja, dat klopt. Ik heb wel mijn dagelijkse missie nog. Ik moet nog steeds 5 gele bedden maken. Laten we eerst kijken hoeveel ik voor slijmballs kan krijgen als ik die gewoon in de winkel verkoop. Voor 2 euro per stuk. Nou, een enchanted boek. Die ga ik gewoon in de marktplaats verkopen. Het Unbreaking 3. Dus marktplaats, sell voor 1000 euro. Nee. Hoezo nee? Dat kun je niet maken. Ik ben benieuwd of iemand dat gaat kopen, hè? Ik zal niemand iets verplichten. Oké, het is mij opgevallen dat mijn eiland hier net te klein is, omdat de cobblestone generator iets groter moet zijn. Of hij is groot genoeg, maar hij komt tot de randjes en dat vind ik gewoon niet mooi. Vooral dat ik er een beetje omheen kan lopen, als het ware. Dus laat hem ietsjes groter maken. Maar dan bedoel ik ook echt gewoon maar ietsjes. Gewoon zo. Zo, zo. Hoppakee. Ja, dan moet de onderkant ook nog eigenlijk geüpdate worden. Nou, ik heb ondertussen een beetje een... Ja, toch wel meer geraamte gemaakt van mijn gebouw. En ik plaats daar al vaste dingen bij die ik kan plaatsen. Maar ja, ik wil het gewoon meteen goed aanpakken. Ja, dat vind ik een beetje gek. Hoezo nou weer? Ja, ik weet niet. Jouw werkwijze vind ik een beetje gek. Hoezo? Ja, gewoon. Een beetje apart. Wat is er apart aan? Dat weet ik niet. Dat is wel gek. Soms heb je dat wel eens. Ik vind het gewoon gemeen eigenlijk. Ja, ik weet niet. Soms heb je wel eens gewoon dat het een beetje gekkig is hoe sommige mensen werken. Kijk, doen we hier doen we een lantern. Doen we nou hier, ja, doen weet we je wat? Lantern. Stik er maar in. In wat? Niks. Ik ga van mijn eilandbank ga ik geld halen. Ja, dan ben ik beter deze einde van deze aflevering. Nee, want het gaat zometeen niet alleen maar om geld. Jawel. Het gaat ook om het eiland zelf, Max. Ja, maar het gaat om het eiland zelf. Jouw eiland zelf is ook poep. Kijk, want hier doen we ook lanterns. Wij hebben al lanterns, jongens. Zo luxe als het is. Zo, jongens, we hebben hem een beetje veranderd. Dit is hoe die er nu uitziet. Ik ben er prima best op... Nou, prima. Ik ben er op zich best wel blij mee. Doe even zo, waardoor het niet iets te overdreven groot is. Hier is het goed. Ja, kijk, dan kan ik hiervoor toch gewoon even leuk mijn cobblestone hakken en zo. Beneden is gewoon niks meer. Dat is weg allemaal. En ik wou mijn huisje bouwen deze aflevering, maar dat is denk ik niet gelukt. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon vooral de cobblestone generator verplaatsen worden. Een beetje vissen, nieuwe bomen plaatsen en zo. En nieuwe blokken regelen. Maar item van de dag ga ik denk ik niet halen, want een bedden maken, dat wordt hem gewoon niet. Ja, ligt nou, hoe duur is wol in de winkel? Ik kan niet eens gele wol kopen. Dat is blijkbaar is dat niet te koop. Je kan niet eens wol kopen. Nee, ja, voor dit soort dingen. Ah, je kan wel wol kopen, maar je kan niet gekleurd kopen. Hoe duur is 1 wol? 50 euro voor 1 wol! Wat? Heel goed. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn nieuwe zwaardje goed gebruiken. Wat ga je doen? Dan ga ik naar het hulpeiland, want daar zijn spanners. Is dit een schaapspanner? Ja, ga ik schaapjes doodmaken. Dat en dan gaan we daar gewoon... Wat een gecheat deze aflevering. Nee, ik ben gewoon het hele skybook aan het benutten. Samen met PE Bronzenboek. Hier, kijk, er is een schaap hier. Gaan we gewoon vermoorden. Dan heb ik een wolletje. Zo, dan heb ik nu... Ja, nu begint het er echt al leuk uit te zien. Of ja, leuk uit te zien, want dat is eigenlijk ook nog niet. Maar er staat iets. En dat heb jij niet, Max. Nee, ik moet 15 wol hebben, want dan heb ik mijn item van de dag. Hallo? Maar dan moet ik de schapen dit op tijd dood zien te maken. Oh, er zijn heel veel schapen hier. Ja. Oké, jongens, ik heb 15 wol nodig. Het ding is, ik heb er nu 10. En die schapen blijven lekker spannen, dus nu heb ik er nog maar 4 nodig. Want dat met gekleurd maakt niet... Oh ja, ik moet het wel omkleuren, dus hier heb ik niks aan. Ik heb wel echt 15 witte wol nodig, omdat ik het natuurlijk geel moet maken. Ik moet gele bedden maken. Dat is het ding. Dus we hebben nog 6 witte wol nodig. 6 witte schaapjes. Dat is het leuke aan deze skyblock. Stel, je hebt een keer dit soort dingen nodig. Je hebt hier een schaapspanner, je hebt hier een koeienspanner, een kipspanner en een varkenspanner. Oeh, kijk, heb je er weer één. De bruine mogen zij vermoorden, wat mij betreft. Maar kunnen jullie maar... Nou, weet je, ik neem hem ook wel gewoon. Heb ik hem maar. Oeh, nog 3, jongens. Nog 3 en dan heb ik mijn item van de dag. Maar dat betekent dat ik daarna dan nog een missie krijg. Dus je krijgt volgens mij iets van 3 of 4 missies. En dan krijg je je beloning pas. Zoveel, ja? Volgens mij wel, ja. Voor, dus ik gebruik mijn zwaardje wel gelijk goed. Ja! Oh, we hebben er 15, jongens. We kunnen weg hier. Laten wij dan gelijk naar mijn eiland gaan. Nee, wacht. Dan moet ik ook kleurtjes voor kopen. Een yellow dye kost 5 euro per stuk. Dan heb ik er in principe... Hoeveel zou ik er nodig hebben? 1... 2, dan... Oh, of heb ik er 15 nodig? Ik mis een item in de shop, Max. Wat dan? Ik mis de nieuwe mangrove blokken. Ah, dat is jammer dat die er nog misschien kunnen die ooit toegevoegd worden. Ja, ik denk het wel. Dus daar gaan we wel naar kijken. Want dat is denk ik wel een hele leuke en een hele mooie blok, vind ik dat. Dat klopt. Hier, ik koop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hoppakee, dan heb ik nog maar 10 euro over. Want dan heb ik wel al mijn gele blokken. Want uiteindelijk ga ik hier wel winst op maken, natuurlijk. Hoop ik. Ik hoop dat ik hier gewoon geld uit krijg. Ik hoop het niet. Dan pakken we wat hout. Dan maken we, komt-ie. Gele bedden. 1 geel bed. Ik ga gelijk alles goed neerzetten. 2, 3, 4, 5. Ja! Oh, nieuwe hint. Oké, rotte vlees. Eet 10 rot vlees.
Meen je dat? Moet ik echt 10 keer rot vlees eten? Ik heb nu ook nog een 5 gele bedden. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik ga er eentje plaatsen, gewoon voor de sier. Koopt iemand rot vlees? Hoe ga ik aan rot vlees komen? Dat is echt een goeie. Eigenlijk wil ik wat Andesite kopen, maar dat is gewoon een stack, gewoon 1000 euro. Ja, dat is duur, hè? Ja, dat is duur. Nou ja, maar weet je, Robin, ik denk dat we vandaag weer genoeg gedaan hebben. Denk je dat? Ja, ik denk dat het weer tijd is om te kijken wie het betere voor vandaag was. Oké, nou laten we dat dan gaan doen. Kom jij deze keer naar mijn eiland? Ja, we komen naar elkaar op jouw eiland, toch? Ja, ja, we eindigen de vorige aflevering op jouw eiland, deze op mijn eiland. Ja, maar je wilt toch ook nog op mijn eiland kijken? Nee. Oh. De volgende aflevering op je. Oh. Oké, dat is goed. Dan kom ik eraan. Zo, dan is dit het nu geworden voor mij. Ik heb nu het helemaal hier toch wel omheen ook helemaal afgemaakt. Max die kan het nog lekker niet zien, maar dat heeft hij ook gewoon lekker pech. Maakt me ook niet zoveel uit wat jij denkt, Max. Hoezo nou weer? Ja, gewoon eigenlijk. Veel te leuk doe je. Ja, klopt. Maar hier komt dus nog ook een verdieping op. En ik denk dat ik hier dus echt het starthuisje van ga maken door hier die generator van de cobblestone alsnog neer te zetten. Maar ja, als jullie wat andere ideeën hebben, mogen jullie dat natuurlijk ook altijd laten weten. Hè? Want ja, jullie zijn natuurlijk voor mij. Maar we hebben veel progressie. En dan gaan we nou wel eventjes naar die van Max, dat eiland. Ja, hè? Maar dat heeft iedereen natuurlijk al lang gezien. Ik heb minder progressie gedaan dan ik had verwacht, jongens, vandaag. Ik dacht dat ik veel meer zou kunnen doen. Maar uiteindelijk heb ik gewoon die bomen neergezet. Ik heb nog steeds mijn huisje niet gebouwd. Ik heb wel dit eiland gebouwd. Het wordt uiteindelijk nog mooier. En volgende aflevering wil ik dus echt dit huisje afmaken. Het ziet er niet uit. Ligt eraan. Hoezo? Hoe kan daaronder nou... Hoe kunnen die bomen nou zo raar groeien? Hoe kun jij hierop staan? Hoezo? Kan niet. Jouw eiland vliegt toch ook? Ja, maar die bomen daar, die krijgen nog net zoals eilandjes zoals dit. Kijk maar waar je nu op staat. Zie je gewoon dat er onder ook nog steen zit. Dat worden van zulke eilandjes worden dat. Dat het er gewoon cool uitziet, snap je? Ja, ja, ja. En dit wat is dus voor lelijks? Dit is gewoon een cobblestone generator. Oh ja. Slim ook dat je hier niks overheen legt. Hoezo? Nee, maar welke domme oetlul zou er nou invallen? Ja, ik. En je hebt hier een boom dedicated aan je watersource. Ja, dat is mijn watersourceboom. Je waterboom. Dat is mijn waterboom. Nee, hier, dit wordt mijn andere huisje. Zeg maar, misschien een chestroom of zo. En uiteindelijk komt er daar nog een boom. Er komen heel veel bomen komen er. Het is gewoon een boomeiland, is dit. Een boomeiland. Dus dat heet zo jouw eiland. Bijland. Bijland. Bijland, welkom op Bijland. Bijland, oké. Okay. Dan heet hij van mij Thailand. Waarom? Geen Thailand, maar Thailand, want het is Tempel-eiland. Oh, Thailand en Bijland, oké. Okay. Thailand en Bijland. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Reageer even. Ik ben voor hashtag Team Thailand of voor hashtag Team Bijland. Laat het even weten. En dan nu, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren, want dat is heel belangrijk. Wil je nou ook meespelen op deze server, dan kan je... Dit IP joinen. Hartstikke leuk. Het is gewoon letterlijk dit IP, dit voer je in. Wil je nou op je mobieltje spelen of op je console, op je PlayStation, op je Xbox? Kan ook. Moet je deze poort erbij doen. 26006 met dit IP. Hoe leuk is dat? Robin, wil je nog wat zeggen? Ja, ik wil zeggen dat ik het leuk vind dat jullie voor mij zijn. En daarom wil ik jullie nogmaals vragen om Team Thailand in de... Het klinkt als Thailand, maar maakt niet uit. Dat Team was Thailand. Het van vandaag. Jongens, dank jullie wel. Vergeet zeker niet deze video te kijken. Dit is namelijk het vorige deel dat Robin en ik deze Skyblock-serie zijn gestart. Zeker even kijken en vooral even liken. En nu spreek ik later.